Goeiedag. Stralend weer is het in Nederland. Koud ook. Afgelopen nacht temperaturen tussen min 5 en min 10 in het binnenland. Aan zee iets hogere temperaturen, maar ook vorst. En dat leidt natuurlijk tot ijsvorming. We zien hier en daar echt al natuurijs ontstaan. Bij grote wateroppervlakten zoals hier heb je meer te maken met opspattend water. En dat bevriest dan bijvoorbeeld tegen deze takjes aan. Het ziet er prachtig mooi uit. Nou, blijft het zo koud? Nee. Komende nacht nog wel. Want dat is nog een heldere nacht. Want daarna gaan er toch wel dingen veranderen. En om dat te laten zien, pak ik eventjes het Amerikaanse model erbij. En dat pakken we op in de nacht van woensdag op donderdag. Komende nacht nog. Dan hebben we nog te maken met helder weer boven ons land. Maar de stroming die gaat geleidelijk aan draaien. En we krijgen te maken met een stroming die uiteindelijk wat meer noordwest gaat worden. En dan kunnen wolkenvelden vanuit het noorden onze kant op komen. Ik zet de animatie even stop. In het weekend hebben we ook die noordwestelijke stroming, maar nog wel heel duidelijk invloed van een hoge drukgebied. Dus dan blijft het nog wel droog, maar zijn er wel veel wolkenvelden. Op maandag gaat dat echt wel veranderen, want dan zien we dat er vanuit het noordwesten steeds meer buien gaan komen. Hier zien we ze eigenlijk al ontstaan op zondag boven de Noordzee. En die komen dan met die noordwestelijke stroming. Richting ons land. En dat betekent dat we maandag met buien te maken gaan krijgen. die ook winters van karakter kunnen zijn. omdat de bovenlucht nog steeds heel koud is. Woensdag ook nog een storing die overtrekt. en dan zien we het al gebeuren. op donderdag in het Amerikaans model. vanuit het zuiden een actieve storing die richting ons land trekt. En we zien ook veel van paarse tinten boven ons land. dat betekent sneeuwval. En dat zou goed. Kunnen. Deze storing die trekt naar het noorden toe. Dat is zachte lucht die tegen koude lucht aanbotst die in het noorden aanwezig is. Dat levert vaak veel activiteit op. En mogelijk gaat het dan ook in de nacht van woensdag op donderdag op veel plaatsen sneeuwen. Dat is goed mogelijk. Het is niet gezegd dat het ook gaat gebeuren, want het is nog erg ver weg. En ja, een sneeuwverwachting op deze termijn maken, dat is echt heel moeilijk. Dat is eigenlijk niet te doen. De lucht hoeft nog maar iets meer zacht te zijn. En het valt als regen bijvoorbeeld. En het kan ook veel zuidelijker blijven. Overigens is het wel zo dat het Europees model dit beeld ook laat zien. Alleen eerder, dan moet het al een beetje gaan gebeuren in de loop van woensdag. Goed, wisselvallig weer is volgende week. Eerst die buien, daarna de storingen die gaan passeren met temperaturen overdag, ja, die over het algemeen wel boven het vriespunt liggen. In de nachten kan het dan af en toe licht vriezen. We noemen dat ook wel kwakkelweer. Laten we ook nog maar eens naar die bovenlucht kijken. Want dan kunnen we mooi zien dat verschil tussen die koude lucht in het noorden. en die zachte lucht in het zuiden. We beginnen in deze periode, woensdag, donderdag. Dan is het over het algemeen allemaal wel gelijkwaardig te noemen. Maar we zien hier al wat meer zachte lucht gaan ontstaan in het weekeinde. Dit is overigens op 1500 meter hoogte. En dat is altijd een goede graadmeter voor de temperatuur aan de grond. En we zien dan uiteindelijk ook dat dat verschil best wel groot gaat worden. en dat die grens van koude en warme lucht. toch akelig. Dicht in onze omgeving gaat komen, en dit is woensdag. In de loop van woensdag moet dat nog wat meer noordelijk gaan komen. En dan krijg je dus een groot temperatuurverschil in de bovenlucht. En dat leidt vaak tot actieve storingen. Daar moeten we dus wel rekening mee houden. is dus een interessante weersituatie voor metrologen. En we kijken dan ook ja, echt goed naar deze weerkaarten hoe zich die gaan ontwikkelen. We moeten maar eens kijken, bijvoorbeeld boven Frankrijk zien we temperaturen van een graad of 10. Terwijl in het noorden van Nederland het op dat moment min 6 is. Nou, dat is een grote temperatuurgradiënt, zoals we dat noemen. En als dat dan dichterbij komt, dan botsen die lucht. Soorten tegen elkaar. En daar heb je altijd actief weer. Nou, zover is het nog lang niet. Of dit ook precies zo gaat worden, is ook nog maar de vraag. Maar goed, het is wel een indicatie dat we naar een wisselvallig beeld gaan volgende week. Voor komende nacht is het allemaal heel duidelijk. Dan is het helder in ons land en de temperatuur die gaat weer flink dalen. De temperatuur daalt in het binnenland naar zo'n min 5 tot min 7, min 8. Lokaal misschien nog wel een graadje kouder. Aan zee blijft de temperatuur dan iets hoger, rond de min 2. Wel vorst dus overal. Wind die is zwak of matig uit het noordoosten. En de lucht is nog steeds heel droog. Dus het is heel helder buiten. U kunt mooi ook naar de sterren kijken. Maar morgen gaat dat wel veranderen, want dan komt er dus bewolking binnenschuiven. Vandaag, woensdag, misschien een paar wolkenveldjes in het uiterste zuiden. Maar verder is het dus helder in het land met temperaturen over het algemeen onder het vriespunt. En dan zien we morgen vanuit het noorden die wolken binnenschuiven. Dat gaat al vrij snel in de ochtend gebeuren in het noorden. In het zuiden van het land duurt dat even. En dat wolkendek ja, dat blijft dan de komende dagen aanwezig. Dus. Vanaf morgen, als die bewolking eenmaal binnen is gekomen, krijgen we te maken met een bewolkt weerbeeld. Ook vrijdag en in het weekend is dat zo. Die bewolking is wel redelijk dun. Met andere woorden, neerslag verwacht ik niet op die dagen. Het zijn droge dagen, maar u kunt zich wel voorstellen dat die bewolking als een deken werkt en dat dat dus enorm de temperatuur tempert in de nachten. Gaan we niet meer die vorst krijgen zoals we die de afgelopen nacht hebben. Gaat sterker nog, het ziet er zelfs naar nou, uit dat in het weekeinde de temperatuur boven nul blijft. Laten we de weerkaart van morgen er maar eens bijpakken. En dan zien we ook dat dat we morgen eigenlijk al maximaal verwachten boven het vriespunt. Het wordt zo'n 3 tot 5 graden. Diepe landinwaarts komt die temperatuur nog niet zo hoog uit. Plus 1 waarschijnlijk. En zoals gezegd, die bewolking dus... die vanuit het noorden gaat binnenschuiven in de loop van de dag. In het zuiden, zuidoosten, daar blijft het echt wel nog heel lang zonnig. En dan de termijn. Dan zien we dat op vrijdag, zaterdag en zondag... ook het weerbeeld bewolkt is met overdag temperaturen rond de 5 graden. En in de nachten dus ook temperaturen boven het vriespunt. Zondag kan er al wat gespetter komen. En maandag en dinsdag krijgen we dan te maken met wat winterse... Bij temperaturen overdag die dan ook boven het vriespunt liggen. Maar in de nachten, dan ligt de temperatuur waarschijnlijk op de meeste plaatsen weer onder nul, dan zijn er ook weer wat opklaringen tussen die buien hoor. En dat zijn dan ook weer typisch van die dagen dat het glad kan geworden. Dus dat wordt dan weer oppassen. De temperatuurpluim zien we dat ook mooi. Dat die temperatuur gedurende de vrijdag tot en met, nou laten we zeggen, maandag boven nul blijft, in de nacht van maandag op dinsdag komt die dan weer onder nul. En die kans op vorst die blijft dan aanwezig ook in de rest van de pluim. We zien wel dat er veel onzekerheid is. Maar ja, dat past in het beeld zoals we dat volgende week zien. Wisselvallig weer. Dan komt het op timing aan. Dan komt het op details aan. En die zijn ook voor zo'n pluimverwachting altijd heel lastig. Hè? Je ziet aan het begin dat je nauwelijks een marsjeband eromheen hebt. Dat is een hele zekere verwachting. Terwijl we hier aan het eind toch ook veel onzekerheid zien. Wat kan ik u dan nog meer laten zien? Nou, iets over een neerslag. Woensdag, donderdag, vrijdag. Droge dagen, zaterdag, kleine kans op neerslag, lichte neerslag. Vanaf zondag neemt die kans alleen maar toe. En dan heeft u waarschijnlijk ook wel in de media gelezen dat er dus woensdag, donderdag misschien wel heel veel sneeuw gaat vallen. Nou, dat signaal dat is ook echt wel aanwezig. Dat kan ik u ook laten zien dat hier wel een sneeuwsignaal is in het Europees model. Maar of dat precies zo gaat uitkomen, dat is natuurlijk wel de vraag. Dat is wel eventjes afwachten. Tot slot wil ik u nog deze pluim laten zien. Die laat mooi zien de kans... Kans op vorstdagen en de kans op ijsdagen. En wat we dan direct zien is dat zaterdag, zondag de kans op vorst eigenlijk heel klein is. Maandag is dat ook het geval, maar daarna in de nachten. Dus echt wel weer kans op vorst. Nog een fijne dag.